Er zijn boeren die worden gewoon blij van die kievit, van het rijden met hun watertank om nog een plas dras bij te vullen en voor die weidevogel te zorgen. Zorg dan ook dat daar budget voor is. Dat we niet meer spreken over witte gebieden waar we het niet meer relevant vinden om voor natuur te zorgen. Leg daar gewoon een fatsoenlijk bedrag neer. Iets wat ik juist vraag van de overheid is nu een helder kader. Ja. En ook een haalbaar kader. Volgens mij als je elke boer vraagt, dit is jouw opgave in of als gebied. Dit is verwachten we aan verlaging van emissie. Dit verwachten we aan biodiversiteitsverbetering. En dit verwachten we aan waterkwaliteit. Dan gaat die opdracht wel lukken. Ja, ja. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Fijn om te zien dat er zoveel mensen naar deze avond gekomen zijn. Gedeelde grond heet deze avond. Mijn naam is Tim Wagenmakers. Ik ben journalist en ga proberen u zo goed mogelijk door deze avond te leiden. En om eerlijk te zijn ben ik best wel blij dat we hier met elkaar zitten vanavond. Ik denk dat het ook wel bijzonder is. De mensen die hier vanavond het woord zullen voeren met elkaar. En ook de brede opkomst die we hier zien. Omdat, dat hoef ik u niet te vertellen, er nogal wat gebeurd is de afgelopen jaren. En heel veel gesprekken natuurlijk in een verhit politiek debat zijn. We hebben al één aflevering gedaan in Zuid-Holland. Nu dus hier bij jullie. Ik denk ook niet zomaar dat we hier zijn. De grootste melkveesector zit hier in Overijssel. De stikstofdoelen, dat vraagt natuurlijk enorm veel. Dat slaat enorm neer ook in dit gebied. Dus dat is ook waarom we hier vandaag zijn. Zoals ik zei, we gaan niet de oplossing vandaag hebben, maar we gaan wel, ten eerste nemen we het allemaal mee, maar hopen we ook tussen mensen weer nieuwe samenwerkingen te kunnen opstarten en een breed gesprek te voeren. Ik ga u eerst voorstellen aan mijn, hoe noem je dat, tafelgast, co-host. Dat is Karel Smouter. Geef hem een warm applaus. Dankjewel, Tim. Fijn dat je er bent. Karel Smouter is journalist, lang correspondent Oost-Nederland geweest. Nu chef media bij NRC. En hij brengt binnenkort, eigenlijk binnen een paar dagen. Ja, jullie hebben de primeur vanavond. Ja, dit boek uit. Blauw, wit, rood. Hoe de vlag erbij hangt. Waarom wilde je, of nam je de uitnodiging aan om hier te zijn vanavond? Waarom wilde je hier zijn? Nou, in mijn boek beschrijf ik eigenlijk de spanningen die de afgelopen jaren zijn neergeslagen in Nederland, zou je kunnen zeggen. En als je het heel kort samenvat, zou je kunnen zeggen dat dat de spanning is tussen de kaart en het gebied. En de leefwereld van de plannenmakers, de wetenschappers, de beleidsmakers, de bestuurders, die naar Nederland kijken van boven. En dan een soort realiteit zien die heel erg kan afwijken van de realiteit van het gebied waar mensen wonen, leven en werken. En volgens mij is dat de spanning die de afgelopen jaren is bovengekomen in Nederland. Dat schrijf ik ook over in mijn boek. Dus toen de vraag kwam om hierbij te zijn, dacht ik, dit is volgens mij dé avond waar in ieder geval een poging gedaan wordt om die wereld van de kaart een beetje in gesprek te brengen met de wereld van het gebied. Ja. Dus ik dacht, dat is pas perfect bij het boek. En het boek is eigenlijk ook een soort pleidooi voor het soort gesprekken dat we vanavond met elkaar gaan houden. Ja. Waar hoop je op vanavond? Nou, ik hoop, wat ik zei, dat de leefwereld van de kaart en de leefwereld van het gebied een beetje samen gaan komen. En dat we op het eind van de avond in ieder geval een beetje beter begrijpen wat ons te doen staat de komende jaren. Dus dat we een beetje weglopen met het gevoel van maar dit kunnen we gaan oppakken. Lijkt me een mooie ambitie. We gaan kijken of het lukt. Interessant. We gaan snel naar ons eerste panel en dan wil ik graag aan u voorstellen. Dat gaan we dan één voor één doen. Als eerste wil ik voorstellen, ze is melkveehouder. Ze is vierde generatie boer op Erven Mentink. Geef een warm applaus. Els Uiterlinde. Onze tweede gast is hoogleraar en onderzoeker natuurontwikkeling en behoud van biodiversiteit aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert de impact van milieuveranderingen op natuur en biodiversiteit en adviseert onder meer waterschappen, ministeries op het gebied van ecologie en duurzame landbouw. Jerry van Dijk. Geef hem ook een warm applaus. En tot slot hebben we de business unit directeur Herkauwers van Agrifirm. Die onder meer werkt aan de missie een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Daar gaan we van alles over horen. Geef een warm applaus. Jeroen Verver. We gaan praten over de opgave voor de boer, over de opgave voor het gebied, maar ook eigenlijk de keten eromheen, wat meer. Want er is natuurlijk in de discussie, die vernauwt zich heel vaak tot de boer, tot de melkveehouder, tot de akkerbouwer. Maar er zit een hele keten omheen die we ook hier gaan bespreken. En eigenlijk wil ik toch even benadrukken dat
ik het heel fijn vind dat jullie er allemaal zijn. Ik wil beginnen met Els. Jij hebt een prachtig bedrijf. En jij nam de uitnodiging ook aan. Ik was benieuwd, waarom vind jij het belangrijk om hier vanavond toch jouw verhaal te vertellen? En ook de transitie die jullie doormaken op het bedrijf. Nou, omdat ik nog steeds geloof dat je... Het gaat ook over ons. Dus dan voer je het gesprek. Ja, maar je kunt denken, dat is prima, maar dan liever iemand anders. Of je kunt denken, nee, ik wil hier zelf iets over vertellen... omdat ik vind dat ik met mijn bedrijf, de manier waarop ik het doe... waar hoop jij op? Waar ik vooral op hoop, is dat we met elkaar ook het goede gesprek gaan voeren. En ik denk dat daar ook kansen liggen om te kijken van waar kunnen we... Ja. Aan de slag. En ik denk dat ik niet als enige boer zie welke kansen er liggen. Dat zien mijn collega's ook. En ik hoop ook dat we met elkaar het goede gesprek kunnen voeren, zodat we ook de kans krijgen om te laten zien wat voor landbouw er mogelijk is. Wat hebben jullie gedaan? Wat zijn jullie aan doen? Welke kansen zijn jullie aan het pakken? Mijn man en ik zijn beide wetenschapper, onderzoeker. We doen meer onderzoek op ons bedrijf. En we wilden ook ons bedrijf rendabeler maken. Dus we zijn gaan kijken hoe kunnen we gebruik maken van natuurlijke processen... om uiteindelijk een beter verdienmodel te hebben. Ja. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het gebruik van kruidenrijk grasland. We boeren op redelijk droog zandgrond. En we zien dat we daarmee onze opbrengst... gelijk kunnen houden tot zelfs verhogen in droge jaren. En met minder gebruik van kunstmest kunnen we dezelfde opbrengst aan ruw eiwitten halen van ons land. Dus dat brengt ook kostenvoordelen met zich mee. En voor mij is het heel interessant om te kijken, als je gebruik maakt van natuur en biodiversiteit, waar zit dan een voordeel in je bedrijfsvoering? Ja. Heel goed, we gaan naar Jeroen Verver, Agrifirm. Een bedrijf wat natuurlijk heel veel doet, maar onder zijn coöperatie ook trouwens. Maar onder meer ook natuurlijk heel veel doet rondom veevoer. Als je naar Els luistert, delen jullie hetzelfde doel? Want het is natuurlijk ook een van de kerndingen wat jullie doen, is bijvoorbeeld voer leveren. En Els wil naar minder voer. Jazeker, maar dat willen wij ook. Ja. Het gaat er ons niet om zoveel mogelijk voer te verkopen aan per koe of per boer. Maar het gaat er ons om de boeren te laten zien wat hun eigen ruwvoer waard is. En ze daarvan kennis en kunde, vaardigheden ondersteunen om daar echt wat rendement te brengen. Als je ziet waar de agrarische sector super succesvol in is geweest, is de laatste zes decennia is de lineaire landbouwproductie vervijfvoudigd. En er waren vier hele belangrijke hulpstoffen voor. Ja. GBM, gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, kraagvoer en antibiotica. Met een geweldig lage milieu-impact. Wij denken dat de uitdaging die nu voorstaat, de agrarische sector ook kan invullen. Maar dat moet je wel met z'n allen doen. Ja. Er is geen politiek zelfs geen religie die dit kan oplossen. Dit lossen de boeren zelf op. Maar dan moeten ze wel tijd hebben en perspectief worden geboren. En daar dragen wij als Agrifirm graag ons steentje aan bij. Ja. Kunt u mij vertellen, wat is dat perspectief wat u zo graag zou zien voor de sector? Er is niks zo duurzaam, zeg maar, als dat daar een verdienmodel achter zit. Je hoort het Els ook zeggen. Als er geen perspectief is, geen stip op de horizon, geen licht aan een tunnel, of het licht aan een tunnel wat je ziet is een trein die eraan komt, dan is perspectief niks waard. En dan ga je daar niet je energie in zetten, je geld in zetten, of om dat te verbeteren? Er is geen perspectief, want uiteindelijk willen ze dat we weggaan, zodat er woningen gebouwd kunnen worden of wat dan ook. Ja, ik denk niet dat de doelstelling is van Den Haag, zeg maar, om alle boeren uit Nederland te laten verdwijnen. Maar wel dat er wat anders wordt geproduceerd, zeg maar. Minder lineair, meer circulair. En daar kun je niet de hele wereld mee voeden. Maar het is wel belangrijk om die kennis en kunde die Nederland heeft, om die op peil te houden en daarin te investeren. Ja. Jerry, onderzoeker. Jij doet veel onderzoek ook eigenlijk naar de invloed van de agrarische sector op biodiversiteit bijvoorbeeld. Praten we over hetzelfde als we het hebben over perspectief in de grond, bijvoorbeeld in Overijssel? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat je vanuit het beeld hoe je je omgeving en je wereld zou willen hebben, elkaar prima kunt vinden daarin. De grote uitdaging is natuurlijk van hoe kom je bij dat beeld? We hebben voor het ministerie van Landbouw ook onderzoek gedaan naar van waarom is het nou zo moeilijk om verandering te krijgen? Wat daar eigenlijk uit blijkt is dat alle seinen voor die verandering die staan op rood. Er is geen verdienmodel. Misschien niet voor de individuele boer. Het is ook lastig voor ketenpartijen. De andere weg die je wil inslaan, die eigenlijk nog geen bewezen resultaat heeft om daar goede financiering voor te vinden. Ja. Want het is een risico. Dus we hebben alles geïnvesteerd om
bij het systeem te komen zoals we het nu hebben. En dat hebben we helemaal verfijnd in hele goede efficiëntie op één primaire functie. En doordat we al die investeringen daarop hebben zitten, is het ook heel eng en misschien ook wel verliesgevend. In ieder geval is het een groot risico om dat helemaal achter je te laten om naar hele nieuwe oplossingen te denken. Ja, dus hoe kunnen we elkaar die sprong in het diepe laten zetten, maar zorgen we toch dat we elkaar daarin niet laten verzuipen? Wat is daarin nodig? Dat is meer dan alleen een verdienmodel, toch? Ja, maar ik denk dat we daar als maatschappij ook een rol in hebben om te kijken, wat is ons iets nou waar? Ik denk dat grote onderhouders van het landschap zijn ook de boeren hier in de zaal bijvoorbeeld. Ja. En daarvan denk ik wel, wat is ons dat waard? Ik zie niet dat dat bekostigd gaat worden via dat pak melk of dat stuk kaas in de supermarkt. Dus als we met elkaar het belangrijk vinden om op een andere manier met onze leefomgeving om te gaan, dan betekent dat ook kiezen voor, ja, hoe ga ik daar dan iets voor over hebben? Ja. En dan komen we tot een nieuwe soort. Waar de economie en hoe dat eruit gaat zien, moeten we met elkaar gaan tekenen. Maar het publiek die zei net, als we dit gesprek voeren, gaat het ook, welke rol willen we daar zelf in pakken? En hoe kijken we ook naar onszelf daarin? Wat vind jij dan dat vanuit die rol de boer, de agrariër, daarin zou kunnen doen om die vraag, wat is het waard en hoe gaan we daarin dat doen, ook echt waar te maken? Wat betekent dat? Dat is luisteren naar wat iemand anders van waarde is. Dus kijken, wat kan je binnen je huidige systeem doen? Als ik kijk naar de marges die we hebben, ja, jammer maar helaas, maar we hebben niet enorm de ruimte om van alles te experimenteren. Als ik alleen kijk naar wat wij bijvoorbeeld afgelopen jaar hebben gedaan, we hebben van productieve teelt als mais en bieten en het gras klaver, hebben we in stroken ingezaaid. En wat schetst de verbazing? Misschien is het toeval, maar we gaan ineens in één jaar naar 18 patrijzen. En op het moment dat ik dan in het land loop en ik zie ze daar opspringen, ja, dat vind ik gewoon gaaf. Want het is gelukt. En er waren er 2 of 1. We hebben er een keer in de maaier gehad. Ik zal het ook gelijk toegeven. Maar het jaar erop hebben we er dus 18. En je ziet dat ze leven en uit zijn gekomen. En je hebt ze ook elke keer zien schuilen tussen die bieten en dan met tussen die mais. Ja. En het is nog steeds productief land. Ik heb alleen mijn hectares anders ingedeeld. Vanuit Agrifirm, hoe kijken jullie daarnaar? Een hele belangrijke is dat wij dat graag samen doen in de keten. Begin met het eind in beeld. Is een consument bereid om daarvoor te betalen, zeg maar, en niet de race to the bottom, zeg maar, met elkaar na te streven. Dat je alleen maar kosten toevoegt, dat de agrarische sector, zeg maar, wordt opgejaagd om schaalvergrotingen te doen. Heel mooi voorbeeld van waar we ons als agrifirm heel druk voor gemaakt hebben, is ontbossingsvrije soja. Nou, en daar zijn legio voorbeelden van, waarbij we die responsible food chain for future generations, zeg maar, vormgeven en ook enorm concreet maken. Ja. Aan de achterkant beginnen, zodat niet de extra kosten afgewenteld worden op het bedrijf van ons lidklant. Heeft de politiek wat jullie betreft ook bijgedragen aan die polarisatie? En als ik de vraag even mag omdraaien, wat verwachten jullie eigenlijk van de politiek de komende tijd? Ik heb er weinig vertrouwen in. De politiek is erg bezig om zoveel mogelijk mensen tegelijk tevreden te houden. En heel eerlijk gezegd denk ik niet dat je daar een extreem ver gezicht van moet verwachten. We overvragen de politiek eigenlijk een beetje, zeg je. Ja, maar het legt ook een verantwoordelijkheid bij onszelf, denk ik, neer. Van, vertel ons nou eens een keer hoe je het zelf wil hebben. Als je tegen een overheid staat die zelf niet zo goed weet wie ze nou te vriend willen houden, en je hebt zelf niet je eigen verhaal, ik denk dat je dan heel erg zwak staat. Els, wat denk jij? Ja, ik denk dat hij gelijk heeft. Ik verwacht van een politiek helemaal geen perspectief. Ik verwacht namelijk niet dat men dat kan schetsen op het moment dat jij niet zelf op die grond staat en weet wat daar kan. Ik heb wel de vrees dat we de ruimte niet krijgen om het ook daadwerkelijk te doen. Op het moment dat er vorige week even voorbij komt, we gaan rondom Natura 2000 naar 1 tot 1,5 GVE, grootvee-eenheden per hectare. Ja, welke kans geef je dan die boeren daar om die transitie te maken? En vooral, wat voor kans geef je dan degene die daar net buiten zit? Ja. En die heel goed geschikt is om
daar een invulling te geven. Maar dan toch even knuppel in het hoenderhok. Want het is nu nood aan de man. We moeten dit op deze manier doen. En daar komen dus zulke drastische voorstellen als halvering van de veestapel bijvoorbeeld vandaan. Is daar iets in waarvan jij zegt dat moeten we toch serieus nemen en meenemen? Wat ik zou mee willen geven is, ga uit van boerdiversiteit. Ja. En maak er gebruik van. En dat vraagt enorme maatwerkaanpak. Dat vraagt heel veel beleid wat er op de plaats moet komen. Maar het, volgens mij kan het prima. Ja. Jeroen? De lineaire landbouw is in dat rijtje 6, 5, 4, 3, 2, 1... waar Agrifirm mee bezig is, zeg maar, in de afgelopen 60 jaar ongekend succesvol geworden. En nu moeten we dat in 6 maanden, of in 16 maanden, of in 26 maanden omdraaien. Ja. In een geweldig trage economie, met weinig perspectief, met weinig stabiliteit in beleid. Hoe kun je je als ondernemer, een gemiddeld gezinsbedrijf, 1 miljoen liter melk, heeft nu dan vandaag €600.000 omzet. Normaal is dat €350.000 tot €400.000 omzet, waarvan een ondernemer €40.000 overhoudt. En een streep door derogatie kost een gemiddelde melkveehouder €30.000. Ja, ik weet niet hoe je dan nog daar perspectief in kunt vinden. Maar als je dan met de mensen die er verstand van hebben, de sector zelf aan de praat gaat, in plaats van op de barricade, dan brengt dat iets. Mag ik nog aanvullen? Ja, zeker. Ja, want ik werd getriggerd door wat jij zei. Van, er worden nu hele harde doelen gesteld. Ik denk dat is in de huidige situatie onvermijdbaar. Maar ik denk dat een rol van de overheid wel kan zijn, niet voorschrijven van zo gaat het worden en zo gaan we het doen. Maar dat ze wel de kaders stellen waarbinnen die ontwikkeling plaats kan vinden. De meest succesvolle verandertrajecten die we zien, die zijn eigenlijk met, oké, de kaders voor de ontwikkelrichting zijn helder. Dit is ongeveer de kant die we op willen. Jullie zijn innovatief genoeg om daar binnen iets moois te maken. Dus eigenlijk heeft de sector geen perspectief, maar vertrouwen nodig, zeg je eigenlijk. Ja. Wat als de overheid dan zegt van we gaan het over de andere boeg gooien. In plaats van dat we die miljarden die we nu gereserveerd hebben voor uitkopen, gaan we voor veranderingen reserveren. Om inderdaad jullie te helpen op weg te gaan naar een bepaald verdienmodel. Ik zou heel veel verschillende dingen doen. Ik denk als we een gebied zouden indelen als je kijkt, als we het alleen hebben over stikstof bijvoorbeeld, zou ik een korte weg vinden. Je kan veel meer tegelijkertijd meenemen. En als ik uitga van die boerdiversiteit, dan denk ik, stel dat je ongeveer 20 boeren hebt, een aantal daarvan zal stoppen, omdat ze geen opvolger hebben. En die willen waarschijnlijk juist ruimtelijke ordeningsvraagstukken opgelost hebben. Dus een mooie plattelandswoning kunnen realiseren. Dat vraagt een andere oplossing. Maar je zult ook zien dat een aantal boeren juist heel goed is in dat stukje efficiëntie en dus het verlagen van emissie en depositie. Ga daarmee aan de slag met managementmaatregelen, minder ruw eiwit in het rantsoen, het meten van stalemissiemeten, wat ik nu zelf bijvoorbeeld doe om te zien, kan je daarmee met management die emissies verlagen en daarmee ook de depositie verderop. Ga vervolgens met anderen aan de slag die juist hele groene vingers hebben en het mooi vinden om aan de slag te gaan met een groen of blauwe dooradering. Dus er zijn boeren die worden gewoon blij van die kievit, van het rijden met hun watertank om nog een plas dras bij te vullen en voor die weidevogel te zorgen. Zorg dan ook dat daar budget voor is. Dat we niet meer spreken over witte gebieden waar we het niet meer relevant vinden om voor natuur te zorgen. Leg daar gewoon een fatsoenlijk bedrag neer. Ik ben het wel eens met de vorige spreker dat die kaders er moeten zijn. Dat er gezegd moet worden van, nou ja, in 2030 moet de stikstofreductie gerealiseerd zijn. Ja, en ook een wel helder kader, wat ook haalbaar is. Dus ik wil niet de indruk wekken dat ik alles afschiet. Wat ik juist vraag van de overheid is nu een helder kader. Ja. En ook een haalbaar kader. Volgens mij als je elke boer vraagt, dit is jouw opgave in of als gebied. Dit verwachten we aan verlaging van emissie. Dit verwachten we aan biodiversiteitsverbetering. En dit verwachten we aan waterkwaliteit. Dan gaat die opdracht wel lukken. Ja, ja. Misschien tot slot, Jeroen, als we het dan hebben over die grondgebonden landbouw bijvoorbeeld. Hè, dat als we daar naartoe gaan, betekent dat er minder voer geïmporteerd hoeft te worden. Dat betekent dus automatisch ook dat, nou ja, de wens van het kabinet die ze nu als doel opleggen, terwijl het een middel is, al gestand heeft. Dus de richting wordt al ingezet. De richting wordt zeker ingezet, want de richting is bekend. Het tempo waarin het gaat en de bandbreedte waarin zich dat af gaat spelen, dat is de vraag. Die kaders die ontbreken helaas.
Kijk, wat in de afgelopen 60 jaar gebeurd is, dat was een eendimensionaal, misschien tweedimensionaal gebeuren. Maar dit is multidimensionaal wat er nu aan herverkaveling, aan uitdagingen op de agrarische sector afkomt. Ja, ja. Als je kaders geeft aan de mensen die het gebied het allerbeste kennen, ja, het allerbeste kennen, en je hebt 25 miljard euro beschikbaar voor die transitie, ja, dan moet je werkelijk waar schamen als je met zoveel geld dat niet voor elkaar kunt krijgen en dat vanuit Den Haag wilt doen. Geef om mij de helft van dat budget aan de boeren. Ik weet zeker dat het dan opgelost is. Dan moet je je niet vragen of dat in 5 maanden kan. Ook niet in 5 jaar, maar in 10 jaar kun je echt een gruwelijk eind komen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja, ja. Ik kan me toch voorstellen dat het misschien goed is om te kijken of er 1 vraag uit het publiek is. Ja, hiervoor. Ik was recent in Engeland. Dan heb je de Royal Society for Protection of Birds. En die hebben Farms of Hope. Dat is een samenwerking tussen eigenlijk soortenbeschermingsorganisatie in de keten, waarin ze gewoon met 1 of 2 voorbeeldbedrijven de nieuwe toekomst proberen te schetsen. En ik zou agrifirma willen uitdagen om gewoon zijn samenwerking aan te gaan met dat soort bedrijven, met de veelheid aan initiatieven die zijn. Waarom? Omdat als je in Brussel rondloopt in de lobby, je totaal tegengestelde lobby ziet als wat je hier op het podium hoort. En als we in Nederland kijken dat we in de vorige reform 5% ecologisch focusgebied zouden krijgen. Ja. En met lobby hebben we dat teruggebracht naar 1. En dan was er dus al heel veel perspectief om te gaan oefenen. En is die opschaling misschien nog niet, maar je zou met elkaar moeten kijken. Kan je een aantal goede voorbeeldbedrijven neerzetten waar anderen ook kunnen komen kijken. Wanneer je in de extreme zeg maar goede voorbeelden probeert neer te zetten. Dus Farms of Hope voor Agrifirm vind ik een fantastisch mooie oproep vanavond. Jeroen? Dankjewel, dankjewel. Ja, wij doen veel proeven. Maar ook daar zijn we, niet om naar een ander te wijzen, maar wel kaders nodig. Boeren zijn daar natuurlijk ook zeer wantrouwig in. Hè? Toen de mestwetgeving kwam, moest iedereen 20% reduceren. Toen de melkquotering kwam, moest iedereen 20% reduceren. Toen het fosfaatreductieplan kwam, moest je minimaal 8% reduceren. Wij willen heel graag naar 150 ruw eiwit in de rantsoen. Of misschien wel 145, als dat kan. Ja. Maar daar zit ook de commerciële spagaat van ons, zeg maar. Als wij een boer proberen te adviseren, joh, ga nu terug in je ruwijwit. Dan zegt hij, joh, weet je wat melk kost, 65 cent. Dus we houden elkaar ook gevangen. De boeren zijn best in staat, zeker met de industrie daar rondomheen, om serieuze slagen te maken. Ik heb nog liever een slecht beleid, want dan kun je je op richten, dan een zwalkend beleid, want dan kom je echt niet verder. Helder. We gaan hem afronden misschien tot slot. Els, als jij nu kijkt naar het boerenbedrijf, je bent hard bezig. Maar toch even, probeer eens 30 jaar vooruit te kijken. En hoe ziet jouw bedrijf er dan uit? Ja, dat vroeg iemand mij vorige week ook. En toen zei ik, dat wil ik niet in deze onzekere tijd. Dus dat is misschien het lullige antwoord op zwalkend of geen beleid op dit moment. Dat ik denk, ja, we moeten eerst eens 5 jaar vooruit. Maar als ik echt mag dromen dan heb ik wel voor mezelf neergezet. Ik wil daarin een bedrijf hebben wat circulair. Dus, we hebben het echt over kringlooplandbouw. Circulair met producten uit de regio. En dat je ook vanuit die basis, dus de belangrijkste asset die ik vanuit mijn familie heb meegegeven, is grond. Om die tot waarde te maken. Ja. En wat daar dan op gebeurt, dat zal niet meer zijn wat ik nu doe. Dus het is een veel diverser bedrijf. Ja. Ja. Jerry, misschien tenslotte, als jij nou kijkt naar dat grondgebruik en je probeert dat vanuit jouw expertise ook eens 20 jaar vooruit te zetten. De uitdaging waar we voor staan is de verschillende functies die we uit het landschap willen halen, daar te krijgen. En ik denk dat daar ook een sleutel tot de oplossing zit. Niet al die diensten waar we gebruik van maken, waar biodiversiteit en natuur ook een rol in spelen, daar is een markt voor. En het is ook een illusie om te denken dat die markt er ooit gaat zijn. Maar we willen die diensten wel hebben en gebruiken. Dus ik denk als je daar een oplossing voor kan vinden en als je dat in dat landschap kan laten landen, dat je een heel eind verder bent. Ja. Nou, dat lijkt me een mooie laatste woord en ook een goed bruggetje naar ons tweede panel zo meteen. Ik vond het heel fijn om met jullie te praten. Dank daarvoor. Geef ze een warm applaus. Jeroen, Jerry en Els. Dank jullie wel. Want zometeen in het tweede gesprek gaan we eigenlijk al die claims op de grond en op het land nog wat verder bespreken. Want ja, of je nou stikstof, fosfaat, ik denk dat Thomas het eigenlijk ook al heeft neergezet wat er allemaal gevraagd wordt van het landschap. En dat zijn geen geïsoleerde problemen. Om dat te introduceren wil ik graag het woord geven aan Egbert Jaap Mooiweer. Die het woord neemt om eigenlijk concreet te laten zien met 1 specifiek model hoe het op plekken anders kan. Hij is rentmeester op landgoed Twickel en hij pleit voor het landgoedmodel. En dat is een eeuwenoud concept, maar dan als moderne oplossing. Dus geef een warm applaus.
Daar kwam nog overheen een aantal andere crisis. Ik heb ze hier even neergezet. De stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de energiecrisis, wat een enorme ruimtelijke claim op ons landschap legt. En sinds kort ook de wooncrisis. Volgende. En dan komen er drie generieke oplossingsrichtingen voorbij. De landbouw die zegt, nou, wij gaan het oplossen met innovatie en verduurzaming. De natuur die zegt, van, ja, wij moeten eigenlijk meer ruimte hebben. We moeten naar grootschalige natuurontwikkeling. En daarmee verscherpen we eigenlijk de tegenstelling. En ik ben van het derde model om juist de synergie te zoeken in het landgebruik, die multifunctionaliteit op te zoeken en te werken aan de verhoging van de landschappelijke diversiteit. En dat is eigenlijk de opgave waar een rentmeester voor staat. Nou, een belangrijke randvoorwaarde erbij is om de plannen gebiedsspecifiek aan te maken, uit te voeren. Dat sluit aan bij de eerdere sprekers en veel van de opmerkingen die vandaag gemaakt zijn. Kijk naar de historisch gegroeide kenmerken, naar je onderliggend landschap en vooral naar de identiteit van de mensen die er wonen, werken en hun geld moeten verdienen. Volgende. Opeens zitten we in de luxe positie dat we ontiegelijk veel geld te besteden hebben. Volgend jaar juli moeten we invulling geven aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied, met staten die dan 6 weken in bedrijf zijn en ambtenaren die nu aan het schrijven zijn. En ambtenaren op het ministerie waarvan ik vorige week 30 heb mogen rondleiden van de 200 die gaan leren om gebiedsgericht te werken. En ik dacht, ja, neem nou mensen aan die het al weten. Maar vooruit, we hebben ze rondgeleid. Ik kom nu bij 3 plaatjes die de wenkbrauwen gaan fronsen. Dit is een fictief bestaand Twents landschap. We zien hier eigenlijk dat als gevolg van schaalvergroting, intensivering, ruilverkavelingen, de kavelgrenzen grotendeels verdwenen zijn. En ik heb hier weergegeven 80% Engels ruigras, 20% mais en een gangbaar melkveebedrijf. En we zien op de huiskavel nog 3 solitaire. En ik zeg altijd 3 bomen op een rij zijn verdacht, dan moet weer een lijntje worden. Iets verder van de huiskavel, dan zie je dat er blijft nog iets meer staan. Maar dan gaat de koeien al onderdoor, wordt het een beetje weggemaaid. Dan verdwijnt het ook al een klein beetje. En daarbuiten, dat wat publiek domein is, bossen van terreinbeheerders, wegen, dat blijft allemaal nog. En dit is onze uitgangssituatie. En dan heb je iemand die door wil, iemand die gaat transformeren en iemand die gaat staken. En wat kan je dan met het landgoedmodel? Volgende plaatje. Nou, dan moet je eerst opboksen tegen wat de economische realiteit is. De economische realiteit is dat je zegt, we gaan van 80% Engels ruigas en 20% mais naar 60% mais en 40% Engels ruigas. En we gaan ons stikstofprobleem oplossen met een stikstofkraken. Die kost 270.000 euro en los ik in 3 jaar af tegen Euribor. Ik zet er een biogasinstallatie achter voor de productie van stroom of van gas. En ik doe nog een zonnepark hier linksboven. 9.000 euro per hectare geïndexeerd voor de komende 30 jaar. En ik wil ook wel 50.000 tot 80.000 euro opstalrecht voor mijn windturbine. En dan zit het wel goed met mijn verdienmodel. En dan gaan we aardig snel richting Duitsland. En vorige week was ik op een bijeenkomst over bruto Twents geluk. En dan is de vraag, ja, is dit nou wat we willen? Hoe kan je het ook doen? Dit is een hele extreme vorm van. Doe maar de volgende. We gaan van technofix naar eigen ecologie. Dit is dezelfde 40 hectare. Die boer maakt er een landgoed van. 30% moest natuur worden, hebben we gezegd. Maar er wordt nieuwe natuur. Natuur waarin we ook voedsel gaan produceren. 30% van 40 hectare is 12 hectare. De helft wordt lijnvormige elementen. Die zijn 5 meter breed. Dus hier is 12 kilometer aan landschapselementen ingetekend. En er is ingetekend 6 hectare aan agroforestry en zilverpastje. Energieteelt voor de huizenbouw. Noten, fruit, een andere voedselcultuur. Dan houden we 28 hectare over, want we zeggen dat wordt drijfmestvrije en chemievrije landbouw. Maar die gaan we wel leuk maken. Je kan het in stroken leggen. Je kan er kruidrijk grasland van maken. Je kan energiegewassen telen. Wat willen we hiervoor terug van de overheid uit het stikstoffonds? Eenmalig de helft van de agrarische waarde, waarmee een zakelijk recht gevestigd wordt, wat ingeschreven wordt bij het kadaster. Dat is daarmee verhandelbaar. En voor de provincie is het ook leuk, want het geld blijft namelijk in een kostenbatenstelsel op de balans staan. Ze krijgen een zakelijk recht voor de doelen die gedecentraliseerd aan hen zijn opgelegd. En de overheid heeft enorm effectief beleid. Want we lossen hier bodemvraagstukken mee op, watervraagstukken mee op, stikstofvraagstukken mee op, nitraatvraagstukken mee op. En we gaan voedsel produceren voor de regio. Maar die boer is net als een landgoedeigenaar aan de grond gebonden. Je wil je bedrijf overdragen aan de volgende generatie en belasting betalen uitstellen, zeg ik altijd maar. En dan blijf je met die opstallen zitten. En in Twente moeten we 60.000 woningen bouwen voor 2030. Opeens in het coalitieakkoord is dat veranderd naar 38. Ik weet niet waar die sprong vandaan komt, maar veel woningen. En er zijn er 1600 vergund.
Terwijl er in de Hof van Twente, waar wij zitten, 300.000 vierkante meter leeg staat. En waar is nu het wervende fiscaal of planlogische beleid om dit te transformeren? En wat hier hebben we gedaan, de lichtbokstal, dat zijn 6 plattelandsappartementen geworden. De opstal rechtsboven zijn 2 woningen. Dan zie je nog 2 woningen. Dus hier wonen 10 gezinnen op 1 erf. Dat noemen we dan erfdelen. En als je inzoomt, dan zie je hier links ook nog een 3-tal tiny houses. Waar je tijdelijke huisvesting hebt. Want in 2050 hebben we weer net zoveel woningen nodig als in 2030. En ik denk dat we hier best wel een aardig verdienmodel te pakken hebben. En met alle plaatjes die jullie hebben gezien van het herstellen van 3 bomen op een rij. Tot alleen de kavelgrenzen benutten. Tot dit wat extremere voorstel. Hebben we denk ik voldoende ruimte om het gesprek aan te gaan. En met elkaar van gedachten te wisselen. Dankjewel. Dankjewel, Egbert Jaap. Kom er lekker bij zitten. Je mag de microfoon meenemen. Ik vraag graag naar voren mijn 2 gasten. Dat zijn allereerst Jannemarie de Jonges. Is Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving en Landschapsarchitect. Geef er een warm applaus. En als tweede vraag ik naar voren dijkgraaf Dirk Siert, schoonman van het waterschap Drentse en Overijsselse Delta. Kom ook erbij zitten vooral. We hebben eigenlijk een prachtig model gehoord. Maar we hebben ook, en daar begon het mee, er was die slide met 4 keer het woord crisis erop. Is een dijkgraaf, het werk wat u doet, een goede plek om te signaleren waar de nood zit? Als een soort kanarie in de kolenmijn, als we het hebben over de grond. Als je kijkt naar hoe we Nederland inrichten, ja. Dan is het eigenlijk niet meer te doen in de toekomst om alles gescheiden te houden. De energieproductie die moet gaan plaatsvinden. Ja, dan moet je vandaag met die grote puzzel aan de slag en moet je geen enkel onderwerp uit de weg gaan. Ja. Om vervolgens ook te zorgen dat er een keer rust ontstaat op dat platteland. Ja. Want Jannemarie de Jonge, vanuit het werk als Rijksadviseur ben je heel erg bezig met die grond ook vanuit die verschillende lagen. Maar in het eerste gesprek proefde ik ook wel dat er worden gesprekken gevoerd op verschillende niveaus. En daardoor is het heel lastig om belangen bij elkaar te krijgen. Want de een is bezig met de wooncrisis oplossen. De ander is bezig met we moeten energienetten aanleggen. De ander is bezig met de toekomst van het boerenbedrijf. En dat lijkt toch in verschillende kokers plaats te vinden, dat gesprek. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we dit gesprek naar Den Haag brengen. En jij zegt, als ze 100 mensen aannemen, of 200, die het allemaal nog moeten leren, dat gebiedsgerichte werken, waarom nemen ze geen mensen die het al kunnen? Dat zijn wel signalen die hout snijden. Ja. We hebben 10, 15 jaar weinig gedaan in Den Haag aan ruimtelijke ordening. Dat is gedecentraliseerd naar provincies, gemeenten. En dat is een enorme brain drain geweest. Dus eigenlijk maakt vooral de politiek een enorme leercurve nu door hoe het land werkt. Dat hoop ik heel erg. Ja, en ik hoop ook heel erg dat er geluisterd wordt naar de waterschappen, naar de organisaties in de gebieden. Ja, ik heb een hekel aan dat beeld van die puzzel. Want als je zegt van we moeten de puzzel leggen, dan heb ik steeds mijn moeder in beeld die in coronatijd weer puzzels is gaan leggen. En dan heeft ze het voorbeeld op tafel liggen, maar we hebben geen voorbeeld, hè? Ja. We moeten echt elk stukje opnieuw ontwerpen. Hoe gaan we dat soort modellen dan? Hoe gaan we het financieren? De grote opgave is om te komen tot een gemeenschappelijke prikkel. Als je dus begint in de basis van die Europese financiering. Een hele belangrijke driver op dit moment is de fiscaliteit. Iemand die stopt, er staken heel veel bedrijven. Die hebben te maken met het fiscale voordeel van een landbouwvrijstelling. Ja. Waar we als maatschappij eigenlijk niks voor terugvragen. En je zou er eigenlijk naartoe willen dat een transformerend of een stakend bedrijf niet zegt, ik krijg heel veel vermogen. En er werd even opmerking gemaakt, een boer verdient 40.000 euro. We hebben van onze melkveesector een melkveehouderij een lage lonenland gemaakt. Een gemiddeld bedrijf heeft 2 miljoen aan grond en gebouwen aan vermogen, 2 ton aan omzet en verdient 20.000, 30.000 in een goed jaar. En als je dan gaat verkopen, komt dat vermogen vrij. Dat gaat in de herinvesteringsreserve. Nou, dan gaan we naar gebieden waar de grondprijs wordt opgedreven om dat opnieuw te beleggen, om de fiscale claim te ontlopen. Of we stoppen het in een box 3 belegging en dan gaan we aan scheefhuren bijdragen. Waarom proberen ze niet in een ander model te krijgen? En komt dat gesprek ook niet in tafel? Ook vanuit energie. We kunnen hier in één keer met de daken van boeren voldoende produceren. Nou, daar zit gewoon een salderingsregeling in de weg. En waarom is de overheid de grip verloren
op collectieve goederen, want daar gaat het eigenlijk om. Ja. De markt is niet integer, levert niet gebiedskwaliteit en daar moet de overheid weer op gaan sturen. Hoe luister jij daarnaar? Wat Egbert mooi neerzet is dat hij zegt van waarom wordt het niet gestuurd op gebiedskwaliteit? Ja. En volgens mij is een van de kernwaarden van het platteland is dat het multifunctioneel gebruikt wordt door onze burgers. En dat gaat over kwaliteit, dat gaat over recreatie, dat gaat over werk en wonen. En op een of andere manier zit daar niet zeg maar, het verdienmodel voor die agrarische sector. Dus op het moment dat je als agrarische sector daar een bijdrage in levert, laten we dan ook kijken dat het bijvoorbeeld via het GLB of andere instrumenten ook daadwerkelijk tot meerwaarde komt. Keuzes maken in die ruimtelijke ordening, dat is echt een uitdaging. En dat betekent ja, ook misschien wel afwaarderen van grond. Nou, mag ik daar een gewetensvraag over stellen? Kijk, als ik terugga naar die landbouwverordening, dan staat er bijvoorbeeld, boeren moeten een spuitingmestvrije zone langs watergang aanleggen van 3 tot max 5 meter. Nou, dan zou ik zeggen, ik ga terug naar de overheid. U wilt doelen bij mij realiseren? Nou, dat kan. Dan gaan we het over hebben hoe dat gerealiseerd moet worden. Maar dan wil ik het graag hebben over blauwe diensten en de financiering daarvan. En voor de termijn waarover we een afspraak of aangepast landgebruik gaan maken. Maar niet een dwang- en drangkaartje waarin je gedwongen wordt om een bepaalde richting op te gaan. Daarbij aangevuld, hè, wat Jan-Marie zo net mooi zei, in het regeerakkoord staat water- en bodemsturend. Dat is ook echt wat het Rijk op dit moment aan het invullen is. En dat betekent dat je gaat nadenken over welke grond nou het beste op welke plek gebruikt kan gaan worden. Ja. Maar dat betekent wel een herijking van dat platteland. En dat betekent dat sommige gronden gewoon ander gebruik zullen kennen. En dat betekent dat die algemene democratie een beslissing moet nemen over het herbestemmen van grond. Ja, ik denk dat het nadenken over financiële modellen en ook wat fiscaliteit daarin doet. En het is eigenlijk heel raar dat we zeggen dat we in 2050 circulair willen zijn qua economie. 20, 30, 50% circulair. Maar dat we nog wel met een lineair verdienmodel zitten. Het is raar dat je dat afval nog steeds afval is terwijl het grondstof is. Maar ja. dat ook in financiële verdienmodellen niet als grondstof, en ook in de wetten niet als grondstof gerekend kan worden. Dus er is natuurlijk nog wel heel veel te doen ja. om het ook werkbaar te maken. Maar dat vragen we hebben nu denk ik ook wel terecht heel veel over de overheid en over regie en sturing. Of je zit in ieder geval in een systeem dat gewoon wetten kent die al 50 jaar zo gelden. Dat die schuring maakt natuurlijk ook dat het lastig wordt om tempo te maken en haast te maken. De processen duren lang. De mentale veerkracht die we nodig hebben om een enorme switch te maken, dat vergt tijd. Ja. En ik denk dat we eerder in termen van een generatie moeten denken dan in een term van een paar jaar. Ja. Is die tijd er eigenlijk wel? Of moeten we het gewoon veel meer vaart maken? Ik denk dat de tijd er niet is als we steeds kleine stukjes willen bereiken. Maar ik denk dat als je er werd net, ik geloof dat jij het voorstelde om voorbeeldgebieden, voorbeeldbedrijven te starten. Dan kan je een versnelling krijgen vanuit het bewijsmateriaal dat het op de kleine korrel kan. Waar zit dan toch de doorbraak? Of wat hebben we nodig? Of wat is de pijnlijke waarheid die we onder ogen moeten komen om naar buiten te lopen en denken, ja, maar hier hebben we iets te pakken wat ons wel dat perspectief biedt. Nou, ik geloof wel in het proces wat we nu opgestart zijn met z'n allen. Het gebiedsproces. Dus zeg maar in het gebied zelf kijken met de kennis die daar zit. Hoe ga je nou die puzzel leggen? Zorgen dat je in één keer dat hele gebied opnieuw zeg maar, inricht, waarbij alle functies ook hun goede plek krijgen. Er is nog wel één olifant in de kamer. We hebben het hier over hele mooie voorbeelden van wat ik bodemgebonden landbouw noem. Ja. Grond kan je ook zien als hectares waar je grote hallen opzet of zo. Hè? En voor mij is dan melkveehouderij, graasdierhouderij, is iets anders dan kippenhouderij, varkenshouderij. Die toch voor een heel groot deel niet grondgebonden zijn. Niet bodemgebonden, moet ik zeggen. En die ook andere vestigingsvoorwaarden hebben dan de bodemgebonden landbouw. Wat kunnen we nou doen om die constructieve aanpak die we vandaag met elkaar voelen meer aan de orde van de dag te laten zijn? Wij doen misschien een beetje onder de doorskopie, maar wij leggen het gewoon terug bij de overheid door ze te offereren wat ze daadwerkelijk willen. Wat zijn nou de instapwijzen? We hebben 270 kilometer bosrand en houtwallen. U heeft een catalogus met de normkosten die daarbij horen. Nou, P mal Q moet er zoveel euro hebben. U wilt kaderrichtlijn watergebieden bevinden. Of zoveel hectare kost u zoveel. U wilt zoveel huizen bouwen. We hebben zoveel plekken waar het kunnen ze. Tekent u bij het kruisje of niet? Laten we eens ophouden met beleid te maken waarvan we niet van plan zijn om het uit te voeren.
In het eerste gesprek was ook al de vraag, kan de overheid dit aan? Het is ook een samenwerking met een visie vanuit één punt. En mijn advies zou dan zijn, ga niet in de verdediging, maar ga in de aanval. Want duurzaam bodemgebruik is echt is een oplossing en niet een probleem. Ja, ja. Ik zag daar iemand die zei, dat hebben we al zo vaak gedaan. Wie... Goeiedag, ik ben Jos Zwakeler. Hallo. Ik ben geen agrariër, geen boer. Ik woon wel in een agrarisch gebied. Ik ben ondernemer. Mm-hmm. Volgens mij begon u de presentatie met samenwerken. Hoe kunnen we gedeelde grond? Ja. Ik vind het een hele gewaagde titel eigenlijk. Ja. Want wiens grond deel je? Ja. Ik heb gelukkig niet zoveel grond, dus ik hoef dan volgens mij ook niet zoveel te delen. Maar waar het volgens mij bij de boer om gaat, is wel degelijk van... Wat gebeurt er met mijn grond? Nou, dat is mijn hele pleidooi natuurlijk, om van publiek recht naar privaat recht te gaan. En te willen gaan werken met diensten en het vragen van offertes. En mensen die dus, dan zijn mensen intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de doelen. En als ik om me heen kijk, zijn er zat mensen die een bijdrage kunnen en willen leveren. Maar worden ze op dit moment niet beloond. Ja. Zijn er nog andere vragen? Goedenavond, Arie Menting. Voor het geval de vraag wie het is met de vader van Els. Maar niet dat ik zo verleuk maak. Ooit hebben wij, dat is 15, 20 jaar geleden, als LTO-organisatie opgestart, grootschalig boeren werd het genoemd, maar werd heel snel veranderd, is goed boeren in kleinschalig landschap. Dan zijn we met de boeren, met het waterschap, met de overheid en met de treinbeheerende organisaties om tafel gegaan. Laaiers erop gelegd, hoe willen jullie het gebied hebben dat het eruit gaat zien? Boeren zeggen, hoe kan er een verdienmodel zijn? Ja. Ook met groenblauwe diensten. We waren bezig met die kaart, we waren bezig met uitwerken. En wat schetst de verbazing? Hartstikke mooi, maar er is geen geld voor. En nu hoor ik weer roepen, wat moet er gaan gebeuren om voor elkaar te krijgen? Dan moet geld komen. Ik ben Martijn Riesebos, ben melkveehouder in Mastenbroek, Veenweidegebied. Ik hoor hier hele mooie voorbeelden van projecten, subsidiegedragen projecten. Ik vraag mij af, wat is duurzame landbouw? Deze avond is georganiseerd door de Rabobank. Mm-hmm. De Rabobank die rekent mij onderaan de streep af op de cijfertjes om mijn rendement. Wat is duurzame landbouw? Waar willen wij naartoe? En mijn oog is duurzame landbouw een bedrijf wat ik over kan geven aan de volgende generatie. Dat die daar ook nog een boterham mee kan verdienen. Ja. Is dat een subsidiegedragen landbouw? Is dat een gezonde vorm van landbouw? Of zijn we op zoek naar een vorm van landbouw die zich betaalt uit de markt? Ja, ik denk een hele goede vraag en ook een hele terechte. En deels is het denk ik ook voorbijgekomen hier. Wij hebben het continu over financiële waarde. Want u heeft helemaal gelijk, ik ben de naam even kwijt. Maar natuurlijk kijken wij aan de onderkant. Wat hebben we nu verdiend met elkaar? En er moet een gezond verdienmodel zijn. Want daar begint het mee, want anders eindigt het. En dat kan lang duren. Hè? Want we hebben denk ik best nog een hele lange remweg wat dat betreft. Maar het gaat niet alleen om die financiële eurowaarde. Hè? Dus wat verdienen wij met het geld wat we hebben of wat nodig is om het volgende te doen... Maar zijn wij bereid om te betalen voor ecologische en sociale waarden? Ik denk dat een van de dingen waar die meneer ook op doelde... is dat we allemaal interessante perspectieven, processen zien. Dat we zien dat er beweging is. Maar tegelijkertijd nog steeds de onderlaag waar ook jouw boek over gaat, Karel... nog steeds is dat wantrouwen niet het gevoel oplevert dat er een eerlijke... wij zetten een stap, jullie zetten een stap. Er moet een stap naar voren gezet worden door iemand om dat vertrouwen terug te winnen. Want anders dan is dit allemaal heel interessant, maar gaat dat natuurlijk niet die verandering teweeg brengen die we willen. Want uiteindelijk denkt iemand gewoon, ja, onderaan de streep kan ik niet een brood bij de bakker kopen met een mooi landschap. En dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke waar. Ik hoop toch dat we vanavond een beetje ruimte hebben kunnen maken. Dus ik wil nog één keer alle sprekers van vanavond danken. Geef ze vooral een warm applaus. En ik wil u danken voor uw komst. En we kunnen volgens mij nog een drankje doen in de foyer. Dus laten we vooral ook napraten met elkaar en doorpraten. Dan kunnen we ook nog met elkaar van gedachten wisselen. Dus veel dank en tot een volgende keer, zou ik zeggen. Dank jullie wel.